Weet je hoe vaak ik de vraag krijg hoeveel petten ik eigenlijk heb? En om eerlijk te zijn weet ik het zelf niet eens. Ik denk een stuk of 20 of zo. Vandaag gaan we ze even tellen. We gaan ze bekijken. Ik ga er verhaaltjes over vertellen. En aan het eind wil ik graag horen welke pet jij de mooiste pet vindt van mij. Hierboven komt een counter, dus dan kun je makkelijk een nummertje in de comments zetten. En we beginnen met Bullet Bill. Ja, dit is denk ik wel mijn favoriete pet. Hij is lekker casual en toch lekker Nintendo. Een zwarte pet kan je letterlijk overal bij dragen. Het maakt niet uit of je Rikachu merch draagt in het wit, blauw, rood, groen, paars. Hebben we eigenlijk nog paarse merch? Volgens mij hebben we geen paarse merch meer. Anyway, of je nou een shirt draagt, een blouse of een vest, het kan allemaal. Zwart is gewoon nice. Dus ja, meestal heb ik geen zin om een pet uit te zoeken bij mijn outfit en dan pak ik gewoon lekker deze Bullet Bill snapback. Nummer 2. En deze kennen jullie wel. Pokémon! Oké, we gaan eens even kijken of ik al deze petten gewoon bij elkaar zo op kan zetten. Oké, dit gaat er heel raar uitzien, maar dat boeit me niet. In ieder geval, met deze pet voel ik me een echte Pokémon trainer. Als ik buiten Pokémon Go ga spelen, doe ik altijd deze pet op. Want dan kunnen mensen zien dat ik Pokémon Go aan het spelen ben. Ja, net alsof ze niet snappen dat ik Pokémon Go speel als ik zo naar mijn schermpje zit te kijken en te draaien. Maar het kan maar duidelijk zijn. Maar ja, deze pet hoort ook echt bij Rikachu. De volgende, Pikachu! Pikachu! Oké, let's go. Let's do this. Dit is niet handig. Nu moet ik eigenlijk zo met jullie gaan praten. Ja, deze Pikachu pet is ook een van mijn favorieten. Want ik hou gewoon van de kleur geel. No shit, je hebt een gele deur. Anyways, deze doe ik niet vaak op als ik naar mijn werk ga. Maar ik vind het wel gewoon echt een hele leuke pet. Ja, en als je Pikachu hebt, dan moet je natuurlijk ook Eevee hebben. Deze is helemaal overgevlogen vanuit Nintendo New York. En deze heb ik een keer van vrienden gehad. Best wel cool, op de achterkant staat ook super groot Eevee. Dus ja, dan heb ik deze als ik Pokémon Let's Go Pikachu speel. En deze als ik Pokémon Let's Go Eevee speel. Een andere die uit de Nintendo New York winkel komt is deze. Ik zal hem even wat dichterbij houden. Dit is een Metroid Prime pet. Ja, ik kan nog steeds echt niet wachten op Metroid Prime 4 of de Metroid Prime Trilogy voor de Nintendo Switch. En om mezelf voor te bereiden had ik maar alvast deze pet gekocht. Want ja, ik ben gewoon een enorme fan van deze serie. Deze moet ik dragen als ik bosspellen ga doen ofzo. Man, dit is echt lekkere camouflage. Oh, dit doet trouwens pijn, jongen. Ik krijg echt allemaal rode plekken hier. Maar de volgende, dit is een Nintendo 8-bit pet. Deze is echt veel te fel om mee op straat te gaan. Check die onderkant trouwens van die snapback. Dat is gewoon super roze. Ik moet je eerlijk bekennen, deze pet heb ik nog nooit opgedaan terwijl ik naar buiten ging. Sterker nog, volgens mij heb ik deze pet sowieso nog nooit opgehad. Hoppakee, voor alles is een eerste keer. Dit is een van mijn favoriete petten. Dit is de OG van Pokémon. De allereerste Pokémon, Bulbasaur! Terwijl ik het gevoel heb dat mijn hoofd steeds zwaarder wordt. Ja, dit is gewoon Pokémon nummer 1 uit de Pokédex. Er zit hier ook een gradient in. Ik weet niet of ik dat helemaal mooi vind eigenlijk. Dit is wel een klein beetje jaren 90. Maar goed. En op de zijkant staat ook echt 001 Bulbasaur. Bulbasaur! Oké, op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel cijfers krijgt mijn Bulbasaur impression? Oh man, jullie zien de Nintendo pet niet eens meer. Ik moet gaan bukken. Ga goed. Waarom ben je zo klein? Oké, Bulbasaur. Hoppakee, erbovenop. Alright, de volgende. En deze draag ik ook best wel vaak. Want deze vind ik heel nice. Het is dood. Ja, dit is toch wel heel herkenbaar voor Nintendo. Hier mag je ook gewoon de straat mee op. Dit is dikke prima. Hiermee laat je gewoon echt zien van, hé, ik ben Nintendo fan en ik kom ervoor uit dat ik Nintendo fan ben. En tegelijkertijd zie je er ook nog best wel stijlvol uit, want het kan prima. Grijs, rood en wit is prima conform het straatbeeld. Je hoeft je geen zorgen te maken dat mensen je raar gaan vinden. Nu moet ik alleen nog een manier zien te vinden dat deze er bovenop gaat. Ja, dit gaat top. Thumbnail shot! Deze hebben jullie denk ik ook wel eens een keer gezien. Deze heeft echt een heerlijk kleurtje. Het is deze! En als je hem zo zou bekijken, dan weet je niet eens waarover deze pet gaat. Maar als je hem zo bekijkt, dan weet je dus ineens wat hier staat. Hier staat Yoshi in het Japans. Oké, deze draag ik wel als ik naar buiten ga, maar dan moet ik wel een beetje in een gekke bui zijn. Dan moet ik wel een beetje denken van, zo, ik zit vandaag lekker in mijn vel. Ik heb zin om even het straatbeeld te bepalen met deze lekker felle kleur groen. Hoppakee, let's gizzo. Dit lijkt net de toren van pizza, jongen. En dan nu. Hashtag ad, hashtag promo, hashtag spon. Het is de enige echte Rikachu snapback. Ja, hallo, natuurlijk heb ik ook mijn eigen snapback. Want ik bedoel, volgens mij heeft 90% van jullie mij nog nooit zonder pet gezien. Dus natuurlijk moet er een snapback in mijn merchandise. Ze zijn trouwens wel bijna op, dus als je ze wil hebben, dan moet je snel zijn. Ik hou echt niet van dit soort praatjes. Oké. Dit wordt heel ongemakkelijk. Ik moet nu gewoon zo blijven staan. Deze kennen jullie van vroeger. Het is Gengar. En ik krijg kramp in mijn benen. Maar Gengar is bijna mijn favoriete Pokémon. Mijn
Mijn favoriete Pokémon is Scyther, maar Gengar staat sowieso in mijn top 10 favoriete Pokémon. Ik breek mijn nek, jongens. Deze draag ik niet zoveel meer, omdat hij een beetje vies is geworden. Deze is al super oud. Maar ik vind hem soort van te vet om weg te gooien. Dus ik heb hem sowieso wel even bewaard. Oké, Gengar. Let's go. Oh, deze zit zo scheef. Hier moet ik even wat aan doen, jongen. Oké, jongens, we moeten verder stapelen. Deze en deze zijn niet zo heel bijzonder, want dit zijn gewoon H&M-petten. Yes! Oké, die zitten netjes. Oké, jongens, ik heb er nog een paar en ik moet ze nu gewoon achter elkaar stapelen, want anders gaat het fout. Maak hier een clip van en deel het met Guinness Book of World Records. Wie kan de meeste petten tegelijkertijd dragen? Het is je boy Rikachu. Oké, jongens, deze draag ik ook niet veel meer. Ik vind hem wel vet. Team Rocket! Deze is ook al super oud. Wat ik wel vet vind, is dat op de achterkant zo'n R staat van Team Rocket. Maar ja, dat kan natuurlijk net zo goed voor Rikachu staan. Dus ja, met deze pet ben ik ook wel blij. Ik hoor jullie denken, waar is Zelda? Waarom heb ik geen Zelda pet? Ja, deze pet is heel nice, maar hij zit een beetje gek. Hij is gewoon super groot of zo. Waardoor je hier te veel ruimte hebt, waardoor dat er heel gek uitziet. Maar misschien kan die wel heel mooi hier bovenop. Een van mijn favoriete Switch games. Een van mijn favoriete PlayStation 4 games. Het is Overwatch. Natuurlijk moet ik hier een pet van. Deze draag ik ook best wel vaak buiten. Ik bedoel, dit is gewoon een heel vet logootje. Mensen die Overwatch niet kennen denken gewoon, oh, dat ziet er leuk uit. Dat is een leuk logo. Waarvan zou dat zijn? En alle Overwatch fans komen dan naar je toe van, hey, wie is je main, man? Wie is je main? It's high noon. It's high noon. The dragon consumes you. Let the dragon consume you. Ja, alleen Overwatch-spelers weten nu waar ik het over heb. En door. Oké, ik heb hier een pet, die heb ik tijdens het klussen gedragen. Dus deze is echt helemaal vernacheld. Super Mario. Dit was zwart. Ongeveer net zo zwart als deze pet. Moet gewoon zoeken. Waar zit hij? Waar zit hij? Maar ja, iedere Nintendo-fan heeft ook gewoon een Mario-pet nodig, toch? In ieder geval, over Mario-petten gesproken. It's a me, Mario! Ik heb hier gewoon Cappy voor je. Deze is super tof, maar deze kan ik nooit opkrijgen. En als we de pet van Mario hebben, dan moeten we... Auw! Ah, dan moeten we ook de pet van Luigi hebben! Nee! Ja, en dan kom je erachter dat de rest van je video gewoon weg is, omdat je blijkbaar op stop hebt gedrukt, terwijl je petten naar beneden vielen. Anyways, we waren toch bijna klaar. Ik moest deze nog opzetten, en deze nog opzetten. En dat was het allemaal wel zo'n beetje. Oké, weet je wat? Laat maar zitten. Doe gewoon even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En laat het vooral weten als je ook dit soort video's leuk vindt. Ondertussen heb ik gewoon... Maar wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!